Vandaag is het Pipercafé hier in de buurt Posthof Berchem. Meestal is het wel binnen in een school, in een buurthuis, in een parochiezaal. Eigenlijk heeft het geen belang. Het komt erop neer dat we mensen kunnen helpen en dat doen we graag. Het Pipercafé is eigenlijk een organisatie waar mensen langs kunnen komen met defecte toestellen om die hier te laten herstellen door vrijwilligers. Het is de bedoeling dat de mensen zelf zien hoe een toestel in elkaar zit, hoe ze het misschien beter kunnen onderhouden of pannes voorkomen. Ik doe hier vooral elektro en elektronica, maar er zijn andere diensten, dus er worden hier ook fietsen hersteld. Er is een naaiatelier, in bepaalde repaircafés is er een houtatelier. Dus er zijn heel veel vormen van herstelling. Het hangt een klein beetje van het repaircafé af waar wat gedaan wordt. Waarom doe ik dit? Omdat ik vind dat heel veel toestellen weggegooid worden, naar containerpark gebracht worden. Ondanks het feit dat er misschien helemaal niks aan is of maar een heel klein defect. Toestellen die met z'n klein ingrepen, bijvoorbeeld een nieuw zekeringetje, een nieuw snoer, terugwerken. En daardoor misschien nog voor jaren bruikbaar zijn. Bent u zelf ook handig en hebt u goesting om uw handen uit de mouwen te steken? Ga dan naar repaircafé.be en kijk hoe je vrijwilliger kan worden.